De rest van mijn leven zal ik bij alle tegenslag aan Yvonne Jaspers denken. De keihard werkende goedlachse presentatrice voelde zich verrekte alleen en kon alleen nog maar huilen toen het Commissariaat van de Media een onderzoek instelde naar haar nevenfunctie bij veevoederbedrijf ProFarmers. De enige die in die tijd als een blok achter het boerzoekvrouw bleven staan waren de mensen van veevoerderbedrijf Profarmers en de boeren natuurlijk. Ik denk dat Yvonne en de boeren daarom zo goed met elkaar matchen, omdat ze oog hebben voor anderen en in de eerste plaats het hart op de goede plaats hebben, en omdat ze van dieren houden. Dat ook. Gisteravond zat Yvonne in haar beste goed bij Jeroen Pauw om al haar boerennevenactiviteiten recht te praten. Ze was niet de enige daar met problemen, maar ze sprong er wel uit vanwege haar slapeloze nachten. Najib Amali kwam vertellen over zijn verslaving, en de vader van de vermoorde Anne Faber deed er zijn verhaal. En op alle andere zenders brandde tegelijkertijd de Notre Dame af. Vooral het laatste vond ik erg voor Yvonne zul je net zien dat zo'n ramp samenvalt met een televisieoptreden waar je als mens van vlees en bloed je verhaal wil doen. Maar Yvonne rechte de rug en deed eerlijk haar verhaal. In gedachten gesteund door alle boeren, het beeld dat zij schetste van die keer dat ze haar hadden verrast met een gedekte keukentafel, met een rood-wit geblok kleed, liep me niet meer los. Boeren ontbijten altijd met een gezellig tafelkleed en boerenbondservies, ook als het een keer tegenzit, of juist als het tegenzit, zo zijn ze gewoon. In de oorlog werden de boerenkeukentafels ook gewoon gezellig gedekt. Groningse boeren dekken voor een aardbeving eerst de keukentafel. En vanmorgen dekt de boerinnen, ondanks alles, gewoon weer boerenkeukentafels met een gezellig boerentafelkleed. Yvonne begon nog net niet te huilen bij pauw. Toen ze klaar was met praten, bleef het onrecht hangen. Je zag het in haar ogen. Er zat veel ellende daar aan tafel. Verslaving, moord, een brandende kerk. Maar maakte dat het haar aangedane leed meer draaglijk? Nee, natuurlijk niet. Sinds wanneer is een brandende kerk trouwens erger dan menselijk leed? Als we zo gaan beginnen, legt ze het altijd af. De Gazastrook. De overstroming van Zeeland in 1953. Het lot van de panda's. De klimaatellende, alle files, de gebrekkige bejaardenzorg, bezuinigingen in het onderwijs, de ondergang van Camille Eurlings. Het is ook allemaal heel erg, maar het maakt het misselijke gevoel dat Yvonne Jaspers overhield van het gebrek aan steun van Caro NCRV voor haar snabbeltje bij Profarmers echt niet draaglijker. Vanmorgen werd bekend dat de Notre Dame waarschijnlijk weer herbouwd kan worden. Fijn natuurlijk. Maar van de constructie van Yvonne Jaspers is ondertussen niets meer over. Ze is beschadigd voor het leven. De opbouw van het merk gaat jaren duren. Ze zal nooit meer zo onbezonnen kunnen snabbelen als voorheen. De vraag die blijft hangen is: waarom vinden alleen boeren dit erg?